En kinderen van de Emma-school aan de Lotjesteeg hebben onder begeleiding van de kunstenaars Rinaldo Klas, Kurt Nahar en Kenneth Vleiders zelf een muurschilderij gemaakt voor hun school. De onthulling van deze muurschilderij, die de vijf zintuigen uitbeeldt, vond gisteren plaats en is onderdeel van een project van de organisatie Imega in Frans-Guyana in samenwerking met Reditex Art Gallery. Tussen deze twee organisaties bestaat er al meer dan 5 jaar een uitwisseling samenwerking. Imega is een organisatie in Frans-Guyana die zich al langer dan 10 jaar inzet om kinderen met een beperking te helpen integreren in de maatschappij. Het project met als thema muren en zintuigen houdt in dat 1 of meerdere zintuigen worden weergegeven op een muur van een school aan de straatzijde. In totaal zijn 5 muren gerealiseerd in Cayenne, 1 in Argentinië en het project is beëindigd met de muur in Suriname. Deze 7 muurschilderingen vol kleur en creativiteit zijn ondanks de pandemie met trots tot stand gekomen.